mooie uitgangspositie om nog in alle, ja, om in, met alles mee te doen, zeg maar. Ja, mooi dat je bovenaan staat. Dat is natuurlijk waar je naartoe werkt, ook ja, hopelijk het eind van het seizoen. Ja, als je terugkijkt, een hoop wedstrijden gehad. Natuurlijk in die voorbereiding van met de Champions League, zeg maar. Helaas niet gehaald. Uiteindelijk ook in Europa dan ja, voor de Europa League uitgeschakeld. Maar wel ja, met de overwintering in de Conference League. In de beker zijn we nog actief. Dus ja, een hoop om ook weer vooruit te kijken. Ik denk dat het wel met een spectaculair begin en uiteindelijk een goed einde was. De eerste seizoen zelf. Dus al met al was het goed voor ons. En ja, natuurlijk wat mindere momenten. Maar ook ja, uiteindelijk, wat ik al zei, goed geëindigd. Ja, er zijn ook zeker momenten waarop het beter kon. Bijvoorbeeld de topwedstrijden, Ajax Feyenoord, hebben we flink verloren, zo kun je het wel zeggen. Tegen de kleintjes vaak wel de wedstrijden gewonnen. Ik denk dat we gegroeid zijn als team. Een paar wedstrijden in de laatste 10 minuten gewonnen. Waardoor we ook dichter naar elkaar zijn toegegroeid. Ja, zodat we ook weten dat we nooit moeten opgeven. Want ja, je weet nooit op welke momenten we de wedstrijd kunnen omdraaien. Ja, altijd door blijven gaan. En dat we ook iedereen nodig hebben die we hebben in de selectie. Omdat ja, zeker met corona, met blessures, is het altijd lastig. Ja, uiteindelijk hebben we het goed gedaan. Nu krijgen we ook gelijk ja, met Groningen, dan de beker en dan ook gelijk Ajax, AZ. Een paar goede wedstrijden. Dus ja, je moet er ook gelijk staan ja, voor de resterende periode dit seizoen. Ja, dat was inderdaad de vervolgvraag. Het begin is niet ja, op papier makkelijk. Laten we daarop houden. Nee, klopt. Ja, wat ik zeg, mooie wedstrijden. Je moet gelijk staan. Vooral in deze tijd met corona. Een aantal jongens die... ja, die toch afwezig waren. Sangaré, die bijvoorbeeld bij de Afrika Cup is nu. Dus ja, er zijn wel wat factoren wat, ja, waar je weinig invloed op hebt. Maar dat is niet alleen wij, dat zijn de andere teams ook. Ja, we moeten er staan en ja, daarvoor zijn we nu ook aan het trainen. Ik denk dat iedereen dadelijk er klaar voor is. En het is gewoon een hele belangrijke periode. En we moeten hier gewoon onze punten pakken en doorgaan in de Conference League, doorgaan in de beker. En ja, dat zijn eigenlijk de enige vereisten die we hebben en we mogen niet verslappen. Op papier is het geen makkelijke start. Vind je dat lekker, dat je dat het meteen moet? Of heb je liever juist een iets rustiger opbouw? Nee, ik denk dat het goed is dat we meteen gewoon aan de bak gaan. Ja, uiteindelijk moet je toch al die wedstrijden spelen. Dus ja, ik denk dat het gewoon goed is. Dan is iedereen ook meteen scherp. Davy Prupper is gestopt, Joey Veerman is gekomen, wat je zei, Sangaré naar de Afrika Cup, Ramalho bijvoorbeeld geblesseerd. Het is niet niks. Nee, klopt. Ja, ten eerste Dave dan. Ja, jammer. Ja, helaas dat hij stopt, maar dat is zijn gevoel. Ja, ik denk dat iedereen het uiteindelijk ook begrijpt. En, voor mij persoonlijk is dat natuurlijk jammer. Ik kon goed met Dave, goede vriend van mij, dus ja, die ga je zeker missen. Maar uiteindelijk heeft de club goed doorgepakt om gelijk ja, Joey Veerman vast te leggen voor een aantal jaar. Dus daar ja, ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, van Ramalho is ja, zeker een grote teleurstelling, denk ik, voor iedereen binnen PSV. Ik denk ook niet dat iedereen had verwacht dat het ernstiger zou zijn dan, ja, dan dat het nu is. Dat we hem echt een paar maanden moeten missen. Toch een van onze leiders, een ja, belangrijke pion achterin. En ja, die ga je zeker missen. Ik denk dat we zeker na de uitschakeling in Europa, in de Europa League, dan tegen elkaar hadden gezegd dat we nog een aantal wedstrijden dat we die gewoon goed moesten afsluiten. Ja, dat hebben we toen ook gedaan. En ja, als je goed eindigt, dan heb je altijd toch wel een beter gevoel dan als je ja, met een domper eindigt. Dus ja, dat eigenlijk. Onze grootste kwaliteit. Ja, ik denk dat begin van het seizoen scoorden we heel snel. Dat we ook vaak de wedstrijd al in de eerste helft beslisten. Daarna hadden we ook periodes waar we wat moeilijker scoorden. Misschien ook door de tegenstanders die dan ja, ook massaal ingraven.
waar je vaak speelt tegen een achterhoede van 5, 3 daarvoor. Waar moeilijk doorheen te voetballen was soms. Ja, en dan maakten we het onszelf soms nog wel eens moeilijk. Maar ik denk dat onze kwaliteit wel is dat wij altijd kunnen scoren. En dat wij ook altijd scoren elke wedstrijd. Je begint met Groningen en daarna een bekerwedstrijd tegen Telstar. Is het moeilijk om dan niet als stiekem vooruit te kijken naar die wedstrijd die daarna gaan komen? Ja, natuurlijk heb je die in je achterhoofd zitten. Maar ik denk dat we gewoon moeten beginnen bij Groningen uit. En dan verder kijken. Ja, uiteindelijk moet je er elke wedstrijd staan. Hè. Elke wedstrijd heeft 3 punten. Of het nou tegen Ajax is of tegen Fortuna Sittard. Dat maakt niet uit. Elke punt is belangrijk. Maar misschien is het wel lekker dat je er gelijk moet staan. Omdat je er gelijk weer dan... omdat gelijk zo belangrijk is, zeg maar. Dus ik denk dat iedereen er ook zin in heeft. Kerstperiode en oud en nieuw is natuurlijk leuk. Even vrije tijd van de club, even mentaal weer opfrissen. Maar uiteindelijk is je werk voetbal. En wij vinden het leukst om te voetballen, dus laat maar snel weer beginnen.